De grote dag voor Juliana 31 uit Malden staat voor de deur. Pakken zij woensdag de beker in de finale tegen Quick 20? Morgen is het de grote dag voor voetbalclub Juliana uit Malden. Het eerste elftal staat aan in de finale van de districtsbeker. In Apeldoorn speelt de ploeg tegen Quick 20 uit Oldenzaal. Zondag speelde de ploeg nog een competitiewedstrijd tegen UD 19 uit Uden en wisten ze helaas niet te winnen. Toch kijken ze vol goede moed vooruit naar deze woensdag. Ja, dat is heel bijzonder. Ik zit zelf nu, ik denk 12 seizoenen in het eerste bij Juliana. Dus wordt sowieso voor mij de eerste bekerfinale die ik ooit ga spelen. En wat ik hoor ook voor de club. Dus ik denk dat dat genoeg zegt dat dat heel bijzonder is. En ja, voor iedere speler een van de meest bijzondere wedstrijden die je gaat spelen in je carrière. Dus ik denk belangrijk dat we gaan genieten ook. En dat we dan het beste uit onszelf gaan halen. Ja, je moet altijd een beetje geluk hebben hè, om die finale te bereiken. Dat heb je dan wel gehad, hè? Want 2 keer door met strafschoppen. Ja. AZV denk ik wel gelukkiger geweest, maar tegen Excelsior denk ik dat we eerst zelf onder druk hebben gestaan, maar na een kwartier heel goed hebben gespeeld. En de tweede helft eigenlijk ja, verdiend gelijk gemaakt hebben en hadden we zelfs nog kunnen beslissen. Nou goed, dan ben je wel na penalties misschien de gelukkige winnaar, maar ik vond overal ons best aardig. Jouw vader, trainer Erik Meijers, die heeft al wel wat gewonnen in de beker, hè? Klopt, ja. Ik denk dat iedereen het rijtje wel heeft gehoord wat hij al wel eens heeft opgenoemd op de camera. Dus dat ga ik hier niet herhalen. Maar volgens mij heeft hij een aantal bekerfinales wel gewonnen. En nou goed, ik hoop daar een vervolg aan te geven. Je gaat niet alleen. Er gaan een hoop mensen mee. Malden zal stil zijn. Ja, nou ja, goed. Fantastisch. Als je hoort wat er allemaal georganiseerd wordt en wat er naartoe gaat. Een aantal bussen. Natuurlijk de oproep gedaan hè, in de krant van joh, met heel Malden naar Apeldoorn, naar de finale. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als we ook naast de bussen ja, heel veel supporters nog met eigen auto die kant op komen. Ofwel met openbaar vervoer, dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, dat is de ploeg steunen. Ja, dat zullen we nodig hebben. Maar goed, we moeten zelf ook gewoon heel fris en scherp zijn. En nou ja, op z'n fiets gezegd, hè, geil zijn om ook die beker te pakken. Nou ben jij de tweede trainer uit Doetinchem die een finale in de KNVB-beker speelt. Ja, ik wil het iets beter doen als Rogier. Over 4 weken wordt in de heuvels rondom Bergendal de Zeven voor Leven gereden. Een wielertocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Het parcours is pittig met venijnige klimmetjes en gevaarlijke afdalingen. In een speciale clinic kunnen deelnemers zich daarop voorbereiden. De gouden tip is niet te zwaar, dus niet te zwaar verzet. Betekent veel omwentelingen maken met je benen. Zwaar schakelen en gewoon voldoende remmen als het nodig is. Kom op, laatste stukje. Lekker gedaan. Klimmen, gewoon even doorgaan, doorbijten, opgeven is geen optie. Op dit moment dalen, gewoon hard naar beneden. Dus geeft lekkere sensatie. Het zwaarste is te klimmen, maar het leukste is afdalen. Wat is de specifieke techniek voor het klimmen? Zo licht mogelijk, zo klein mogelijk verzet en dan gewoon fietsen. Koffiemolentje? Ja, blijven malen. Want daar gaan ze natuurlijk een hele dag fietsen voor het goede doel. En dan is het wel heel fijn als ze gewoon veilig het rondje kunnen fietsen. Het ervaren hoe het nou echt werkelijk is. De 55-jarige Bert R. uit Appeltern heeft een strafeis van 240 uur werkstraf en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf te horen gekregen. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie een beroepsverbod voor 5 jaar. Hij stond maandag terecht op verdenking van verschillende vergrijpen op het gebied van dierenwelzijn. Bert R. is eigenaar van het inmiddels failliete bedrijf Bert's Animal voor Huur in Appeltern. Tegen het bedrijf werd ook een voorwaardelijke boete geëist van €30.000 met een proeftijd van 3 jaar en een verbod voor het houden van dieren tijdens deze proeftijd. De uitspraak van de rechter is op 30 mei. De Oosterhoutse dijk tussen Nijmegen-Noord en Slijk-Ewijk is na 2 maanden weer open. Begin maart werd de dijk voor een 3e keer in korte tijd afgesloten voor werkzaamheden. Waterschap Rivierland werkt hier de afgelopen tijd aan dijkverzwaring. Volgens een eerdere verklaring van het waterschap moeten de werkzaamheden aan de dijk nu definitief klaar zijn. Naar verwachting zal de vernieuwde Lingenbrug bij Zetten vanaf woensdagmiddag weer open zijn. Afgelopen week werd de laatste hand gelegd aan het kruispunt aan de zuidkant van de brug, dat ook geheel opnieuw is ingedeeld. Door het slechte weer van de afgelopen week moest het aanbrengen van de wegmarkering nog worden uitgesteld. Woensdagmiddag rond 5 uur wordt verwacht dat het verkeer weer gebruik kan maken van zowel het kruispunt als de gehele nieuwe brug over de Linge. Na ruim een half jaar is het dan niet meer nodig om te rijden tussen Zetten, Randwijk of Heteren. De bouw van het multifunctionele sportcentrum in Elst start niet in juni, terwijl dat wel de bedoeling was. Dat komt door een beroep dat bij de Raad van State is aangetekend tegen het bestemmingsplan. Door het beroep kan de gemeente voorlopig geen omgevingsvergunning verlenen aan de bouwer. Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw wel van start kan gaan. Het beroep verandert niks voor de verplaatsing van de huidige noodlokalen van het Lyceum Elst. De voorbereidingen hiervan starten gewoon zoals gepland deze zomer. En dan donderdag is het weer Hemelvaartsdag, een van de vele christelijke feestdagen die in het voorjaar plaatsvinden in navolging op het paasverhaal. Ondanks dat Hemelvaart in de praktijk vaak in teken staat van festiviteiten en braderieën, heeft het natuurlijk toch een heel andere betekenis. Maar hebben we die kennis ook paraat? In Nederland is Hemelvaart een officiële feestdag. Veel mensen hebben vrij op Hemelvaart, de 40e dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus volgens de Bijbel uit de dood opgestaan. 40 dagen hierna keert hij terug naar de hemel. Dit wordt gevierd met Hemelvaart. De vrije dag wordt gewaardeerd, maar veel mensen weten niet exact waarom ze nou eigenlijk vrij hebben. Ik heb echt werkelijk waar geen idee wat er wordt gevierd. Nee. Wat? Ik denk nog minder dan haar. Ik zou het echt niet weten. Dat weet eigenlijk niemand. Ik zou het niet weten. Wie het wel weet is de pastoor van parochie Groesbeek. Volgens hem gedenken christenen tijdens Hemelvaart dat Jezus is opgevaren ten hemel. Dat hij overgegaan is naar de Vader, het huis van de Vader. En dat is gebeurd in Jeruzalem op een berg. En dat wordt ieder jaar weer herdacht, dus 40 dagen na het paasfeest. Als er doorgevraagd wordt, komen de mensen op straat echter wel in de buurt van wat Hemelvaart inhoudt. Dus helemaal onbekend is de feestdag niet. Ja, iets met Jezus waarschijnlijk, dat hij is opgestaan weer of zoiets. Maar dat is volgens mij met Pasen, dus. Dat Jezus naar de hemel gaat. Alle heiligen die overleden zijn. Ja, als ik het goed zeg, het opstaan van Jezus. Nou, ik weet het wel, want ik ben katholiek. Maar ik kan er nou niet zo goed op komen. Het heeft iets met Pinksteren te maken en de Heilige Geest. Die dingen. De periode tussen Pasen en Pinksteren liet Jezus Christus zich zien aan verschillende apostelen en zei hij ook dingen tegen hen. Vanaf Hemelvaart liet hij zich voorgoed opnemen in het huis van de Vader. Dus de afgelopen periode hebben christenen door middel van verhalen herdacht dat Jezus regelmatig verscheen aan de apostelen. Er zijn altijd nog verhalen uit de vier evangelisten en de handelingen van de apostelen. Die verhalen daarover. Over de verschijning van Christus naar de graflegging, het opstaan uit het graf en dan de verschijningen. Dus, resumé, Hemelvaart is meer dan alleen een vrije feestdag. Het is niet het herdenken van doden, maar specifiek het herdenken van hoe Christus zich gedurende 40 dagen aan verschillende apostelen liet zien en daarna voorgoed terugging naar de hemel. Ja, nou, interessant, want ik wist het niet. NEC heeft maandagavond gedaan wat het moest doen. Op bezoek bij Excelsior in Rotterdam werden er 3 punten gepakt door de Nijmegenaren door te winnen met 0-3. 2 goals van Tjeron Sherry en eentje van Robert González waren genoeg voor NEC, dat hierdoor de druk op Ajax houdt in strijd om de 5e plek in de eredivisie. Rogier, gefeliciteerd. Ik denk bij Vlagen een lastige wedstrijd, maar vooral het laatste half uur was wel smullen geblazen. Nee, klopt wat je zegt. Op kunstgras en Excelsior heeft, vind ik ook een hele behoorlijk voetballende ploeg. Die de laatste week het ook beter doet dan daarvoor uiteraard. Was het lastig, alleen ja, met de 0-1 die we maken ja, breken we ook een beetje de wedstrijd open. En ja, valt er ook wel een beetje een last van ons af, denk ik. En ja, daarna hebben we het gewoon goed gedaan door een goede 0-2 te maken. Nou, die rode kaart helpt ons en daarna was het uitvoetballen. Ik ben blij dat ik eindelijk weer een bal op 20 meter krijg. En, dat ik hem lekker ga uithalen. Maar wat ik zeg, goede assist van Dirk, 8 stambenen. En Gaat mijn metertje extra en ja, die bal gewoon uithalen en dan valt die meestal wel goed. Maar met je binnenkant half? Of? Ja, binnenkant vreefachtig. Is lastig uit te leggen, maar gaat gewoon een beetje op intuïtie. Maar ja, blij met de goals en wat ik zeg was heel belangrijk vandaag. Ja, en we hebben vandaag het beste nieuws voor het laatst bewaard. Er komt namelijk een heerlijk lenteweer aan. Nu was het vandaag al niet slecht met veel zon en een mooie 19 graden. Maar dit weerbeeld zet de rest van de week gewoon door. Het is echt even voorbij met de regen en de zon zal zich steeds vaker laten zien. Morgen is er nog wel wat bewolking, maar de dagen na zal het aantal zonuren alleen nog maar toenemen. Ook als we naar de temperatuur kijken, zijn de vooruitzichten helemaal niet slecht. We beginnen morgen op een voorzichtige 17 graden. Maar aan het eind van de week zal er al 23 graden op de thermometer staan. En zondag, dat belooft met een zomerse 25 graden zelfs de warmste dag van de week te worden. Let wel op dat je jezelf goed beschermt, want de zonkracht is deze dagen hoog. En je kunt al binnen een kwartiertje verbranden. Ja, tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 7 mei. Kijk voor al ons nieuws op rn7.nl of in de vernieuwde RN7-app. Daar is ook deze uitzending nog eens terug te kijken. En morgen zijn we natuurlijk gewoon er weer. Graag tot dan!